Goedenavond, vanavond oefenavond Prins Bernhardplein in Zaandam. We gaan hier contact geweest met het object. Nee, nog geen contact geweest met het object. Ik hoorde net wel dat er nog iemand binnen zou kunnen zitten. Nou, zoals jullie horen zijn we al begonnen. Ja, op basis van die informatie mag ik een middelbrand over. Ja, u bevestigt middelbrand, begrepen, over. We gaan verder op het theorie- en praktijkgedeelte van 2 weken geleden. En vorige week. En we gaan het nu in praktijk brengen. Ja. In het oefengebouw, hier achter mij. We gaan zo mee naar binnen. Dus dan gaan we weer verder filmen. Plaatsen. We zijn nu buiten ontkenning aan het doen, kijken wat ze aantrekken binnen. Ja, ze hebben net het eerste scenario gehad. We gaan nu voor het tweede scenario, dat is op de eerste etage. En zoals je ziet brandt het bovenin, achter het raam. Ze zullen er zo aankomen, lopen met ze mee. We gaan zo meteen inzetten vanaf buitenaf. Om in ieder geval te zorgen dat de temperatuur in de ruimte, in de brandruimte daalt en de brand in ieder geval kleiner wordt. Zodat de collega's zo meteen direct kunnen gaan inzetten. Ja, we zijn nu binnen. We gaan nu de deurprocedure doen achter ons. Nou, dit was de oefenavond op het Prins Bernhardplein, op het oefencentrum in Zaandam. Volgende week zijn we hier weer en dan gaan we de dingen die er vandaag uitgekomen zijn verder behandelen en erop doorborduren. Ja. Dus dit was onze vlog vanuit Zaandam. Tot volgende week. Tot volgende week.